Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl dit is de satellietfoto van 5 voor 12 vanmiddag. En als we die in beweging zetten, dan zien we dat vanuit het westen er continu bewolking over ons land wordt aangevoerd. Hangt allemaal samen met het lage drukgebied boven de Noordzee. En bijhorende storingen trekken van west naar oost over het continent. We zien boven de Noordzee ten westen van ons land ook wat opklaringen. Die gaan in de loop van de namiddag en avond over het land trekken. Dus het wordt tijdelijk wel wat beter met kans op opklaringen uit het wolkendek vallen ook wel een aantal buien die over het land trekken als we de radenbeelden erbij pakken en die in beweging zetten dan zien we die buien ook over het land trekken van zuidwest naar noordoost. De meeste buien op dit moment vallen vooral nog in het noordoosten, in het oosten en in het zuiden van het land en ook over het midden trekt nog een enkel buitje. In het noordwesten is het zo goed als droog. De loop van de namiddag en avond zal dat op steeds meer plaatsen wel droog worden. En zoals gezegd, net als, als net al op de satellietfoto te zien was, zal dat er ook wat meer opklaringen komen. Dit is het weerbeeld dus voor de avond. Wisselend bewolkt, nog een enkele bui, temperatuur daalt naar een graad of 4. En er waait een matige aan zeevrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht dan raakt het weer bewolkt en dan gaat het vanuit het zuidwesten ook weer een tijd lang regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 5 tot 2 graden. En verder trekt de wind behoorlijk aan uit een west- tot zuidwestelijke richting. Aan zee kan die zelfs even hard worden, windkracht 7. Morgen overdag dan neemt de wind weer iets af, draait geleidelijk naar zuidwesten en is matig tot een zee soms nog krachtig. In de ochtend wordt het tijdelijk vrijwel droog en dan breekt ook af en toe de zon door. Maar dan in de middag raakt het opnieuw bewolkt en dan gaat het ook vanuit het zuiden uit opnieuw regenen. Middagtemperatuur rond een graad of 8. Dan de dagen daarna, in de mm, avond van woensdag en in de nacht naar donderdag wordt het even flink onstuimig. Aan de kust kan het zelfs stormachtig gaan waaien, windkracht 8. En verder wordt het dan opnieuw regenachtig, ook in de nacht naar donderdag. Donderdagochtend dan uiteindelijk trekt de neerslag geleidelijk weg en dan breekt de zon weer van tijd tot tijd door. Maar s'avonds volgt er opnieuw regen. Middagtemperatuur rond een graad of 9. Vrijdag en zaterdag aanhoudend wisselvallig. Vooral vrijdag nogal een grijze dag. De wind die baait veelal matig en zeekrachtig uit het zuiden tot zuidwesten. En met een middagtemperatuur van 9 tot 11 graden is het ronduit zacht voor de tijd van het jaar. Ik ben Ben Lankamp van Weerplazen.nl.